geen presentatie, dus dat is al makkelijker. Ik ben Geert de Groot, ik zit in de D66-fractie in Den Haag, landelijk. En ik ben woordvoerder op het gebied van landbouw, natuur, dierenwelzijn, voedsel. Ik doe eerst even een stapje terug, eventjes waar ik vandaan kom en met welk idee ik de politiek ben ingegaan. Ik heb zelf eigenlijk altijd iets met landbouw en natuur gedaan. Eerst aan de universiteit heb ik een proefschrift geschreven over hoe moeilijk het is om de Europese landbouwbeleid te hervormen. Dat was ook een mooie ticket om het ministerie daar te gaan werken. Als eerste niet-Wageningse ingenieur. Dus dat voorheen zat ik op het Centrum voor Milieukunde in Leiden. En daar was iedereen het wel met elkaar eens. Ik denk, ja, dat heeft geen zin. Je moet eigenlijk gaan zitten op de plek waar je misschien nog wat kunt betekenen. En na 2 jaar werd trouwens Jan Brinkhorst werd daar minister. En die vroeg jonge mensen, ik was toen nog jong, van wat zal ik eens gaan doen. En toen had ik het idee van, als je nou de beleidsfilosofie van het ministerie omdraait van het aanbod van landbouw, het aanbod van natuur en het aanbod van visserij, naar de vraag van consumenten en burgers naar een groene leefomgeving en naar gezond en veilig voedsel, dan draai je in ieder geval de beleidsfilosofie om van aanbod naar vraag. En ook je klantenkring wordt dan gewoon de maatschappij en niet meer het boerenministerie. En dat zou het ministerie van Voedsel en Groen doen. Nou, dat vond ik wel een mooie pitch. Dat was denk ik toch sowieso de enige D66 van het ministerie. Dus ik mocht medewerker worden. En het was ook een hele mooie tijd. De eerste nota over dierenwelzijn voordat er een Partij voor de Dieren was die mocht ik instrueren. En ook 20 andere projecten. Dus dat was binnenkort. Daarna zag ik wat er gebeurt als het CDA dan weer op het ministerie komt. Door al dat moois weer terugdraait. Wat ik ook zag in die tijd was eigenlijk dat elke minister, die minister van Landbouw, die deed 2 dingen. Het eerste was eigenlijk het hoogst noodzakelijke regelen om de scherpe randen van het productiesysteem, zoals we in Nederland al sinds de jaren 70 overheen gaan, om dat te regelen, vooral over mestproblematiek. Van Aerts en Brinkhorst zijn de laatste geweest die het aantal varkens in Brabant hebben teruggedrongen. Er is een fosfaatproblematiek geweest en elke keer werd er een beetje geregeld en dat komt uiteindelijk terecht bij die boeren op die individuele bedrijven, waardoor daar heel veel regels gelden die ook nog te delen tegenstrijdig zijn. En het tweede wat dan altijd gebeurde was een soort leuk dingetje werd er verzonnen om dan toch die minister een beetje een leuke tijd te geven, dat het dan niet alleen maar ellende was. En dat was voor Veerman was dat een dialoog over de intensieve veehouderij. Voor Verburg was dat een eiwittransitie, Van Dam had een voedseltop. Maar eigenlijk leidde dat beide ertoe dat er gewoon te weinig gebeurde. En het laat vaak ook. En dat het hele systeem niet in de kern werd aangepast. Nou, ik heb lang op dat ministerie gewerkt, 15 jaar. Ook in Duitsland op de ambassade voor de minister. En toen werd dat ministerie opgeheven. En toen had ik een heel goed gesprek met de toenmalige baas van Friesland Campina, Kees het Hart, en die vroeg mij of ik directeur wilde worden van een vereniging van de verwerkers in de Zuidland, dat is natuurlijk 13. En ik vroeg hem, ja, wat is nou zo'n vereniging? Is dat nou een beetje een schaamlab om de buitenwereld op afstand te houden? Daar had ik geen zin in. En toen kwam gewoon een heel goed verhaal en Kees het Hart was ook echt iemand die die duurzaamheid van die sector, die wilde wereldwijd dat die hele Nederlandse zuivelsector voorop ging. Dus toen ben ik daar, dat vond ik wel mooi, dat ging 2010 aan de slag. En daar kon ik met de leden van de NZO al die mooie dingen opzetten waar jij net een verhaal over hebt gehouden. Hè? Dus over het terugdringen van CO2, aanpak van antibiotica, andere diergezondheidszaken. Die hebben we eigenlijk in die laatste 6 jaar allemaal daar opgezet. Waarbij ik ook moet erkennen dat het allergrootste uitdaging die we eigenlijk hadden als zuivelindustrie, namelijk het binnen de milieugrenzen blijven als het gaat om de groei van de melkproductie, het fosfaatverhaal, dat niet mogelijk bleek voor de bestuurders van die vereniging om daar te zeggen, ja, moeten we toch terug naar onze eigen boeren zeggen dat we te hard gaan en dat we voorwaarden verbinden aan die groei. Er zat een grote verdeeldheid in de sector. Dan waren we als NZO net zover dat we met een deel van de LTO
had gezegd, oké, onder elke groei van een melkveehouder moet 100% grond zitten. Dan kwam de ZLTO weer lobbyen bij de VVD en werd het toch 50% grond. Dus ook daar was ook al heel veel duidelijk, het gaat niet goed. De staatssecretaris deed niks, want het was niet de politieke ruimte van de VVD. Zo bleven de zaken weer op zijn beloop en het effect is bekend, heel veel knelgevallen in de melkveehouder. Dus datzelfde patroon zag ik eigenlijk vanuit de zuivel, onvoldoende vermogen van boerenbestuurders om toch aan de belofte te houden. Het staat hier heel mooi, er is al heel veel gebeurd. Sinds 1990 stikstofuitstoot 65-67% gedaald. Maar na 2013, dat is dan weer de andere kant van het graf, is die weer gestegen, hoewel de sector had beloofd verder te zien. Dus ik dacht, nou, dan ga ik de politiek in. En ik was al ook een beetje, zag ik dat dat hele verhaal van die kringloopwijzer, wat je heel mooi vertelde, dat dat eigenlijk een instrument is van een lineaire landbouw. Dus het is een soort Japannertje, zo'n auto die heel zuinig rijdt. Per liter melk doen we het uitstekend, bijna een kilo CO2. Dat is de beste ter wereld. Maar als je kijkt naar het grondstofgebruik, wel voor jouw bedrijf trouwens, want het is prachtig om jullie voor van eigen land. Ik kom er zo op terug. Daar hebben we toch een andere. En daar kom ik eigenlijk op het idee waarmee ik de politiek in ben gegaan. Maar ik denk, ja, het schiet niet op zo. Want je zag ook in de politiek, de ene kant van de zaal, we hebben de beste boeren, en de andere kant van de zaal zijn we het grootste probleem. En ze hadden natuurlijk beide gelijk. Toen, 17 januari 2017, had ik een gesprek met professor Imke de Boer van Wageningen Universiteit. En die vertelde me eigenlijk een ander verhaal over efficiency. Niet die lineaire efficiency, maar hoe zit het systeem nou in elkaar? En dan moet je eigenlijk constateren dat als je vanuit de aarde denkt, dat we heel inefficiënt met de aarde omgaan. Een derde van de biomassa die we produceren, van de landbouwproducten, slechts een derde belandt rechtstreeks in onze water. Alle niet verwerkt. Een derde wordt verspild. En een derde, en daar komt het, wordt aangebouwd als veevoer. En dat is een heel inefficiënt gebruik van de aarde. Want je hebt altijd een paar kilo veevoer nodig voor 1 kilo dierlijk eiwit. Dus dat is eigenlijk, ondanks het feit dat we een heel efficiënt landbouwsysteem hebben, is het voor de aarde schieter eigenlijk helemaal niets meer. Laat staan dat, zoals veel boeren en mensen in Nederland denken, ja, wij zijn de beste, dus laten we vooral dat Nederlandse systeem over de hele wereld uitrollen. Nou, dus niet. We moeten anders gaan kijken. En dat is best lastig om dat te begrijpen. Dus toen ben ik daar de kamer mee ingegaan. Ik kwam ook in de kamer, dat is natuurlijk ook wel handig. Op plek 19, dus dat was fantastisch. En toen heb ik Wouter en Stientje helemaal gek gemaakt met het idee. Dat past wel een beetje in het circulaire denken van D66. Ik heb mijn collega's van de CDA, de ChristenUnie en VVD meegenomen naar Wageningen. Nou, ik ze daar uit laten leggen van, het is niet zo'n raar D66 dingetje, maar het is echt iets wat goed is voor de boeren en voor de aarde. Want zij zeiden dus ook wel stiekem dat het huidige systeem niet meer houdbaar is. Zo kwam het in het regeerakkoord. Toen ben ik nog een jaar bezig geweest om een beetje te zorgen dat dat ook bij het ministerie terecht kwam. Wat is het? Want daar zijn een hoop misverstanden over wat nou die kringloopwijzer is. Het zijn 4, ik noem het maar bewegingen, want ik wil het niet keihard definiëren, want elke stap op weg naar is al winst. En de belangrijkste is voer. Ik zei het al, het principe van kringloopwijzer is dat je geen eiwitten geeft aan dieren die mensen ook rechtstreeks kunnen eten. Er zitten allemaal tussencategorieën, maar varkens en kippen, die eten ongeveer voor de helft granen, maar het is soja. Dan heb je al een beetje de helft, maar de andere helft zijn mooie reststromen en kippen kun je heel goed voeren met insecten die zijn gekweekt op voedselresten, bijvoorbeeld. Varkens zijn van nature al opruimers, dus die kun je die reststromen geven. Koeien eten gras, dat als het goed is, groeit op gronden waar je niks anders bent. Veengrond, perfect. Hoewel er ook weer andere uitdagingen zijn. Maar marginale gronden gebruiken voor veeteelt, voor de koeien, reststromen, de varkens en kippen. En dan gebruik je de aarde veel efficiënter. Dat is 1. Tweede is de mest. We hebben nu drijfmest. Ook de stallen die we vandaag hebben gezien,
dat zijn stallen die, waar pies en poep samenkomt en dat gaat rotten. En dat betekent dat er gewoon heel veel methaan en ammoniak de lucht in gaat. En de mest zelf wordt rot, terwijl je eigenlijk een rijp product nodig hebt voor het land. Dus je moet van drijfmest naar mooie organische mest. Dat scheelt misschien ook weer geld voor een varkenshouder. Die is iets van 40.000, 50.000 euro kwijt aan de afzet van zijn mest. Geen wonder dat er af en toe wat al te slimme regels worden. In elke houderij ligt dat genoeg. Derde is dus de bodem. Ook voor jou geldt, we zijn bij de 10 minuten. Ja, hartstikke goed. Derde is de bodem. Nou, Jasper zal ook straks nog wat over de bodem vertellen. Dit is eigenlijk, je moet maar over de bodem vertellen. Maar we hebben een systeem met heel veel inputs van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. En we worden er, dat zal Jasper straks vertellen, steeds slimmer in. Steeds preciezer, steeds beter. Maar de essentie van het systeem wat we hebben, het systeem Mansel, noem ik maar, is chemie. En de bodembiologie is eigenlijk heel erg slim. Moeten we weer opnieuw gaan leren ontdekken. Dat gebeurt hier ook voor een deel op het bedrijf. Want er zit 3,5 miljard jaar innovatie in die bodem. En die kan ons ook helpen om robuuste gewassen te hebben. En dan ben je als boer ook nog veel minder kosten kwijt aan al die dure input. En laten we niet vergeten, de boer is vooral het verdienmodel van heel veel partijen die belang hebben bij de intensivering van de landbouw. 30, 35 cent per liter is hetzelfde als 30 jaar geleden. En de enige manier om nog een beetje iets extra's te verdienen is gewoon de productie oppompen en 2,8 keer per dag te gaan melken. Anders lukt het niet. 10.000 kilo, super boer. Maar jij verdient het door harder te werken en de rest van de keten rond te gaan. Maar dat terzijde. En daar heb ik nog niet eens inflatie meegerekend. Dat is echt belachelijk. Dus goed. Voer, mest, bodem en laatst is dierenwelzijn, zeker in de intensieve veehouderij, dat is gewoon niet meer van deze tijd hoe we varkens en kippen. Dan ga ik heel snel door naar, dat doe ik dan straks in de discussie wel, hoe je het dan voor elkaar zou kunnen krijgen. Dan kom ik weer even terug naar, de minister had het allemaal ongeveer gelijk netjes opgeschreven in een nota. Die vond het fantastisch. Maar vervolgens deed ze eigenlijk niet zoveel. Behalve dan het land doorreizen en heel veel met boeren praten. En met alle respect voor boeren, maar boeren hebben geen contact met de markt. Je moet praten met de Friesland Copina's, de Vions, de verwerkende industrie. Die kunnen boeren, dit is natuurlijk boer. Dat zijn uiteindelijk boeren. Maar het heeft. Dat jij dit van die coöperatie? Ja, ja. Aan hem houden. Het is ook de basis uiteindelijk. Dat is een boer. Dat is een oplossing voor dat productieprobleem. Dat je dit van zo'n coöperatie hiernaar verdient. Ja, maar het is een heel raar verdienmodel met deze coöperatie. Want voor driekwart van de strategie hebben ze van de hoeveelheid melk dus een prachtige strategie. Toegevoegde waarde, dat klopt allemaal. Maar een beetje afhankelijk van het melkjaar wordt een kwart met verlies verkocht. Zodat uiteindelijk die gemiddelde melkprijs. Het is nu ook weer anders, dan wil ik nu weer gebalanceerde groei. Ja, groei. Maar de basis. Ja. Verdienmodel, ik bedoel, er is geen autofabrikant die net zoveel auto's maakt als er een staal op de stoep wordt gezet. Dat is een vies om te doen. Daar ook een beetje uit, hè? Maar het is een aanbod gedreven. Dus die vier bewegingen die zijn essentieel in die nota. Nu moest alleen de minister nog in beweging komen. Want ze hebben een cadeautje gekregen. De coalitie was, de hele Kamer stond erachter. Die hadden echt als D66 een idee neergelegd. Voorbij het huidige verhaal. En toen stelden zij, om een lang verhaal kort te maken, in september voor om nog het proberen van Wiggen te starten. Dat is iets, dat is een detail, maar dat is een, hè, dus dat, om nog toe te staan tot 2030. Dat was de einddatum van de visie. Ik denk, wat zijn we hier aan het doen? Je hebt een visie waarin je het huidige model niet behoudbaar verklaard. Dat is echt een mooie uitspraak. Vervolgens ben je niet in staat om ook maar de kleinste maatregel te nemen in de richting van. Sterker nog, je gaat een signaal afgeven dat helemaal daartegen ingaat. En toen dacht ik, nou, ik had al het voorjaar gezegd van Corona, het moet wel wat gebeuren, want ik ga de druk opvoeren. Ah, dat is goed. En toen heb ik gezegd van, nou, we hebben ook nog een stikstofcrisis. De natuur ligt echt op zijn gat. Er moet nu echt iets gebeuren. En, de knuppel moest even in het hoenderhok. Dat is gelukt. Dat is ook politiek. Dat spijt me voor die boeren die dachten van
alles wat Jan Gertrui bijvoorbeeld, Gert-Jan Segers zegt, want D66 wil de boeren halveren, helemaal niet. Dit is het enige toekomstverhaal voor de boeren, maar dan moet het wel gebeuren. Anderen zeiden van ja, elke boer moet de helft van zijn vee inleveren. Ook niet waar. Dus weet je, er wordt van alles omheen gezegd. Maar eigenlijk zijn wij de enige landbouwpartij die op dit moment heeft. Want de rest kijkt weg, de rest denkt van oeh, het wordt nu even te heet onder de voeten. Nu hebben we het ook makkelijk, we hebben geen agrarische achterban. Maar dit verhaal moest wel nu worden gebracht om toch even wat verder te gaan. En voor mij de tevredenheid van de hele agrarische sector over die kringlooplanden. Want ze zeiden allemaal, we doen het wel. En voor een deel is dat zo, maar voor een heleboel. Dus dat was even mijn korte lijn.